Big data is voor erfgoedonderzoek een heel nieuw en spannend terrein. Mijn onderzoek is gericht op cultureel erfgoed. In de afgelopen jaren zijn als gevolg van digitalisering grote datasets ontstaan. De datasets waar geesteswetenschappers traditioneel mee werken zijn fuzzy, complex. Een 15e eeuws handschrift laat zich niet zo makkelijk lezen door OCR-software. Ik ben in het bijzonder geïnteresseerd in de nieuwe methodologische problemen die dit oproept. Je moet ineens veel grootschaliger kwantitatief te werk gaan met tekstmining en statistische analyse van data. Wij geesteswetenschappers kunnen dan veel complexere vragen beantwoorden die over de bestaande disciplinaire grenzen heen gaan. Hierbij zie ik veel kansen voor de topsector creatieve industrie, waarin onderzoekers, publieke en private partijen samenwerken om dergelijk onderzoek mogelijk te maken. De uitkomsten worden dan niet alleen wetenschappelijk, maar ook maatschappelijk en economisch benut. De grote vraag blijft: wat gaan we vinden in al die datasets?